En waarin gaat de coalitie bezuinigen en waarin gaat ze meer investeren? Nou, wij hebben sowieso gezegd, hè, van die leefbaarheid in de wijken, dat moeten we echt overeind zien te houden. Dat is gewoon heel belangrijk en ook openbare ruimte. Hè. Niet nog meer bezuinigen op groen. Groen is ook ontzettend belangrijk voor het geluksgevoel van hoe je ervaart in je leefomgeving, of je daar gelukkig van wordt of niet. Dus GroenLinks is daar eigenlijk ook alleen maar heel erg blij om. Tegelijkertijd zetten we ook enorm in op preventie, in de breedste zin van het woord. En dat vind ik ook, ja, vandaag was ik ook weer blij dat Leo het zo nadrukkelijk benoemde. Dat wil je echt iets aanpakken op het gebied van gezondheid, dan zul je ook moeten zorgen dat mensen geen zorgen hebben over schulden. Dus die armoedeproblematiek, dat wordt een enorme uitdaging. Maar ja, sommige zaken zal geen geld zijn, dus je zult op een creatieve manier toch tot een oplossing moeten gaan komen. Bezuinigen, dat zullen we nog wel bekijken. De taakstellingen die er liggen, die hebben we afgesproken dat we die gaan uitvoeren. Maar er zullen ook misschien wel mogelijkheden zijn om sommige projecten te temporiseren, waardoor er ook weer geld beschikbaar komt. En waarin wij, wat de SP betreft, gaan investeren is in mensen. We gaan inderdaad zorgen dat er niemand buiten de boot valt, dat iedereen meetelt in onze gemeente. En dat er voor iedereen de goede zorg komt als het nodig is. En dat iedereen zich gelukkig voelt in Sittard Geleen. Nou, het is nog even te vroeg om dat al precies aan te geven waar we op gaan bezuinigen. Dan moet je natuurlijk het totaalplaatje voor bekijken. We zullen heel goede afwegingen moeten maken. We hebben al aangegeven van een aantal besluiten moet je opnieuw gaan overwegen. Dat in ieder geval de basiszaken, dat die op orde zijn, dat die geregeld zijn. En ja, de bezuinigingen die zullen daarop volgen. Oh, dat is een goede vraag. Daar gaan we de komende maanden met elkaar goed over praten. We gaan ook kijken van wat ligt er allemaal, wat zouden we kunnen heroverwegen en wat is de daadwerkelijke financiële armslag die er wel of niet is. De meicirculaire die moet nog binnenkomen en er komt in september nog een circulaire binnen van het Rijk. En dan kunnen we ook een meerjaren doorkijk maken over hoe het gaat met de financiën in Sittard Geleen.